Ik kan al een paar weken niet statisch vissen door rugpijn. Ik krijg al die spullen gewoon niet naar de waterkant gesjouwd. Zelfs niet met een trolley. Nou, wat blijft er dan over? Penvissen. Vlak achter de auto. Hier moet toch wat? Hallo allemaal. Het is alweer eind april. En ik hoop dat ik voldoende hersteld ben om een middagje te gaan penvissen. Ik ga het proberen, we zullen het wel zien. De meeste penvissers die maken een voerstekje vlak bij de kant. En dan gaan ze met hun pennetje in het midden van die voerstek liggen. Niet doen! Want als er een paar komen stofzuigeren, word je helemaal gek van de lijnzwemmers. Doe het dan liever met je pennetje aan de rand. Of zoals ik het doe. Links een overhangende boom. En rechts obstakelvrij. Dit lijkt me wel een leuk stekkie. Ik heb een rietkraag van een meter of 15 op het oog. En ik begin met een voerstekje te maken helemaal links. En dan 2 meter niks. Want daar ga ik vissen. En dan hier op een meter of 4 komt de tweede voerstek. En dan weer 2 meter niks. En aan het eind de laatste voerstek. En dan maar hopen dat de karper de kant volgt en van voerstekje naar voerstekje gaat zwemmen. En daartussenin mijn haakhaas tegenkomt. Hoop dat lukt. Ik voer en ik vis met gezoete blikmais. En mochten ze daar geen trek in hebben, dan heb ik ook nog zacht deeg bij me. Mijn pennetje staat keurig achter het riet op ongeveer een meter water. En tussen 2 voerstekjes in. Nou, een tijdje niet gevist. En ik bega net een klassieke blunder. Die pen duikt met een noodgang weg. En ik sla direct, in reflex. Ja, foute bol, gat in de lucht natuurlijk. Tja, nou, voor de beginnende penvisser. Hoe je pen ook wegloopt, laat hem gaan. Geef hem 5 seconden voordat je aanslaat. En mocht die pen dan alsnog boven komen, ja, dan was het gewoon een lijnzwemmer. Maar liever wat langer wachten dan te snel geslagen. En sla altijd tegen de vluchtrichting in. Dus gaat je pen naar rechts onder, dan sla je naar links. Tenzij je daar een tak hebt, zoals ik nu. Maar goed, geen excuus, gewoon een tijdje niet gevist. En dan bega je dit soort blunders. Ik ga nu eerst nadenken voordat ik wat doe. Ik krijg net een wegloper uit het boekje. Prachtig gewoon. En de schubkarper die ik ving, die zat keurig gehaakt in de onderlip. Maar dat is niet vanzelfsprekend bij het penvissen. Maar helemaal toeval is het ook weer niet. Ik laat even mijn aansaanbieding zien. Ik hoop dat je het een beetje kan zien. Het begint eenvoudig met een rubber stuitje om de pen af te stellen. En een eerste loodje om de pen rechtop te zetten. Het tweede loodje is een zinkloodje en dat ligt dan ook op de bodem. En dan wordt het leuk. Ik gebruik namelijk een drijvende maaiskorrel en 2 echte. Met daaronder een down eye, vlijmscherp en dikdradig en vlak bij de haak nog een loodje. Het spul staat lekker op te vallen op de bodem. En het liefst vlak naast je voerstek. Maar op je voerstek mag natuurlijk ook.
Doe wat je leuk vindt. We zijn een uurtje verder en geen beet meer gezien. Het valt me vies tegen, vooral de temperatuur. Het heeft vannacht nog gevroren en de gevoelstemperatuur volgens Buienradar is nu 7 graden. Ja, dat komt door die ijskoude noordwestenwind. Nou, datzelfde Buienradar zegt dat de wind gaat liggen in de loop van de middag en dat de zon sterker gaat worden. Dus ja, ik hoop er maar het beste van. Ik blijf nog een uurtje of twee. Het is inmiddels 1,5 uur later. En ik weet niet waar Buienradar zijn wijsheid vandaan haalt, maar het waait nog steeds. En ik zit hier te vernikkelen. En aangezien die karper zich ook niet laat zien, ga ik lekker naar huis. Tot de volgende keer op een andere stek. Het is vanmiddag op een hele mooie polderwetering. En de omstandigheden zijn prima. Westenwindje. Een graad of 10 zou het vanmiddag worden. En de luchtdruk is gedaald tot 1007. En wat vandaag de dag belangrijk voor me is, ik vis vlak bij de auto. Ik weet dat de karper hier voorbij komt in het voorjaar, alleen wanneer? Ja, ik heb hier topdagen meegemaakt in jaren 25 geleden. Maar dat was soms in mei en soms in juni pas. Ze komen hier langs, dat weet ik zeker. Onderweg naar de paaisloten, 2-3 kilometer verderop. Maar ja, of ze er vandaag zijn, dat moeten we nog maar zien. Ik heb een meter uit de kant gevoerd in de zwemroute en ik maak hier nog een tweede voerstekje voor vanmiddag. Na 2 uur zonder aanbeet en in een wind die best tegenvalt, heb ik besloten om te gaan verkassen. Hier wordt het niks meer, denk ik. En ik heb nog 2 uurtjes, dus ik ga het ergens anders proberen. Ik ben benieuwd of het gaat lukken hier. Op een nieuwe stek. Nog nooit gevist hier. Ik heb er langer moeten wachten. Want ik zit hier alweer bijna 2 uur. Nou, dan krijg ik een prachtige wegloper. En waarvan? Een troostprijs. Mooie brasem. Vol met pukkeltjes voor de paai. Sinds die brasem heb ik gezelschap gekregen. Precies op mijn voerstek. Hij duikt gewoon naar mijn voer. Dan moet ik mijn hengel eruit halen. Zo brutaal is hij. Hij zit zo dicht bij de kant. Kijk maar. Wat ik erbij kan. Dus ik heb hem al 3 of 4 keer een tik gegeven met mijn hengeltop. Maar hij trekt zich er helemaal niks van aan. Dus deze stek is wel verziekt. Ja hoor, eet smakelijk. Lekker hè, die mais. Ga een stukje opschuiven. Ja joh, neem nog een hap. Er ligt genoeg. Nou, ik probeer nog een kwartiertje. 20 meter verderop, wie weet.
Die zwaan had binnen 5 minuten ook mijn tweede stekje compleet verziekt. Dus ik ga vluchten. Het is trouwens tijd hoor, het is 5 uur. Nou ja, 1 brasem en 4 uur tijd vanmiddag. Niet om naar huis te schrijven, maar wat wil je? Het is pas eind april. De watertemperatuur is nog geen 12 graden. 11,7. Dus dat schiet ook niet op. Maar gelukkig komt er beter weer aan, hoor ik. Volgende week schijnen de temperaturen omhoog te gaan. Dus ja, over een weekje nog maar een keer proberen. Tot dan! Wauw, dit scheelt een jas. Nee, 2 jassen met vorige week. Het is bijna 24 of 25 graden, zoiets. Ongelooflijk. En alles klopt hier. Nu hopen dat de karper het doet, want ik had ze eigenlijk wel verwacht in deze hoek, maar ik zie ze niet. Maar ja, wat niet is, kan nog komen. Ik heb de hele middag. Nou, de brasem die komt oppaaien. Precies op de plek die ik verwacht had. Nou, wacht even, het zijn 2 kleine karpertjes zelfs. Nou, er komt dan een beetje schot in eindelijk, in het voorjaar. Ik heb inmiddels brasems zien paaien en 2 kleine karpertjes. Maar dat zouden net zo goed giebels geweest kunnen zijn. Dus ik zit wel in de goede hoek. Nu nog een aanbeet. Ik ben een beetje teleurgesteld. Ik zit al 3 uur lang tussen de paaiende brasems en giebels. Mijn pen die draait af en toe als een tol. Maar ja, ze aasen natuurlijk niet. Ze hebben alleen maar belangstelling voor elkaar. Maar ik heb nog geen karper gezien. Niet aan de oppervlakte. Draaiend of springend, helemaal niks. Nou, paaiend in ieder geval nog niet. Dat zal binnenkort wel gaan gebeuren. Maar ik had er meer van verwacht, dat kan je je voorstellen. Nou, ik geef het nog een uurtje en dan ga ik inpakken. Mocht ik nog iets vangen, dan zie je me nog. En anders, tot de volgende keer. Het is nog steeds 24 graden, maar ik heb helaas geen tijd om te vissen vandaag. Wel op stekjes uit te zoeken voor volgende week. Kijk, hier wil ik mijn pennetje wel laten zakken. Maar dan ga ik eerst een paar dagen voeren. Want het weer zakt in. Morgen is het 12 graden. Het scheelt nogal wat. Hoe dan ook. Ik ga een beetje rondkijken naar potentiële stekken. En dan laat ik hier en daar een handje mais achter voor volgende week. Mooi inhammertje. Met een wateroverloopje. Ja, altijd goed. Deze komt op de lijst. Dit ziet er ook goed uit. Hier moet ik maar een beetje voer achterlaten. Dit hoopte ik te zien vandaag. Kijk, daar zijn ze. Mooie poldersloot. Met een poldergemaaltje. Dan moet ik even gaan kijken waar dit water naartoe pompt. Want dat kan nog interessanter zijn. En nog een potentiële stek waar water over gepompt wordt via een klein gemaaltje. En dat betekent stroming en veel zuurstof. En de laatste potentiële stek. Mooi gelegen in de polder. Kijk maar. Hier wil je wel vissen, hè? Jammer dat ik vandaag niet kan vissen. Maar goed, ik heb op 3 stekjes voer achtergelaten. En daar blijf ik elke dag voeren tot ik volgende week weer tijd heb om te vissen. Tot dan!
Dit is een mooi plekje. Hier ga ik het nog 2 uurtjes proberen. In de zon. Het is niet te geloven. Ik weet niet of je het kunt zien. Maar er zitten mensen. Ja, het is ook mijn eigen schuld. Ik wil vlak achter de auto vissen. En ik heb geen rekening gehouden met het vrije weekend. Het is 5 uur 's middags. Ik ben weer terug op de stek en die is nu vrij. Achteraf denk ik dat het picknickers waren of zo. In het hemelvaartsweekend. Maar goed, ja, dat risico loop je als je vlak achter je auto wil vissen. Ja, het kan nu even niet anders vanwege mijn rug. Ik ga beginnen. Tja, dit hoort erbij, hè. Het penvissen in deze tijd van het jaar. Ik ben bang dat er nog wel een paar zullen volgen. Nou, die zal ik niet filmen. Ik wacht op Kuiper. Ik heb hier 3 dagen muis gevoerd. En de laatste keer heb ik een paar handjes boilies toegevoegd. 15 mm. Nou, die brasem is er gek op. Want ik heb er inmiddels 7, geloof ik. Ze zijn allemaal zo rond de 60 centimeter. En ik stink als een viskar. Maar ja, nog geen karper gezien. Ik ga een tijdje freelinen. Dat doe ik met een wartellootje van 15 gram. Een anti-tangle tube. En dan een stukje van 35 centimeter 1400ste gevlochten lijn. En tot slot het pièce de la résistance. Kunstmais met maden. Aan een stukje chotrik vastgeknoopt aan de onderlijn. Moet je maar even over nadenken. Dit zweeft boven de haak op de bodem. Eindelijk beloond na al die brasems met een prachtige puntgave schubkarper. Gaan we even laten zien. Puntgaaf, zoals je ziet. Echt een mooie vis. Die ik heel snel terug ga zetten. Dat ik wel zo gauw mogelijk mijn hengel weer in het water heb. Ik heb er vertrouwen in. Dit is een seizoen met handicaps geworden, in alle opzichten. Het loopt voor geen meter. Ik vang zo slecht dit jaar. Ik heb besloten om het jaar maar uit te vissen, gewoon weer met 2 hengeltjes. En niet te moeilijk te doen. En niet te veel gaan experimenteren. En dan hopen we dat het nog goed komt. Althans, ik hoop dat het nog goed komt. Met 1 hengel. Schakel ik over op freelinen met een twist. Dit is de twist. Op de afstandhengel komt een helikoptersysteem met een Ronnie-rig. En de Ronnie-rig wordt voorzien van een wafter met een pop-up. Nou,
de vorige keer is het bij één schub gebleven. En nu heb ik hem een mooie zware. Binnen 10 minuten en op dezelfde aasaanbieding. Ik begin het te snappen hier. Altijd leuk als iets nieuws werkt. Hij heeft wel een lelijke bek trouwens. Een beetje te vaak gevangen, vrees ik. Ik ga hem terugzetten. Traditiegetrouw vis ik 2 keer per jaar op dit kanaal. 1 keer met de pen. En dat was geen succes. En 1 keer statisch. Dat doe ik vanmiddag. Met 2 hengeltjes. En ik hoop dat dat beter lukt. Want ik heb 4 dagen gevoerd. Let's go! Ik zit hier nu 4,5 uur te vissen. En na 4 dagen fors voeren heb ik zelfs nog geen piepje gehad. Zelfs niet van brasem. Helemaal niks. Mijn haat-liefdeverhouding met de hoge vaart, want daar zit ik, is geleidelijk aan in haat veranderd. Tot de volgende video.